naar school. Toen plotseling, de 17e mei 1940, de Duitsers Sint-Niklaas hebben gebombardeerd. Op 17 mei 1940 werd de omgeving van het Kroonmolenplein in de Gasmeterstraat getroffen door een zwaar bombardement met brisantbommen. 85 mensen lieten het leven. Daarmee was de Tweede Wereldoorlog ook voor de bevolking van Sint-Niklaas plots harde realiteit. Wij kwamen in school en dat werd toen gezegd, kijk, jij mocht naar huis, behalve deze die bij de scoutsbeweging zijn, die mogen blijven, want wij hebben die nodig om te helpen. Omer Keimolen was 2 dagen eerder 15 jaar geworden. Hij en zijn goede vriend Adrien Smet zijn bij de scouts en hebben een EHBO-diploma. Ik zie nog altijd voor mij die grote zaal waar dat die mensen werden binnengebracht. De gewonden worden ondertussen binnengebracht in de OCMW-kliniek in de Meesterstraat, onder hen ook 51 vluchtelingen uit Breda. Zij hadden die nacht onderdak gevonden in het schooltje aan de Gasmeterstraat en werden verrast door het bombardement. Jij bent zo benomen door datgene wat je ziet, dat je echt in opstand komt. Jij zou het zelf direct naar het front willen lopen om datgene wat je gezien hebt te wreken. Precies 70 jaar na de gebeurtenissen op 17 mei 2010 brengt het stadsbestuur deze dramatische gebeurtenis opnieuw onder de aandacht. Dat doen ze onder meer met een docudrama dat van 17 tot 28 mei vertoond wordt aan de leerlingen van het secundair onderwijs om hen bewust te maken van deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de stad Sint-Niklaas. Het was vooral de wonden in het gezicht en het hoofd die zeer moeilijk te verbinden waren. Er waren erbij waar dat wij zelf de stukjes nog uit moesten halen. Hè. Het stadsbestuur nodigt ook alle inwoners uit voor een herdenkingsplechtigheid. Op 17 mei om 9:15 start in de Gasmeterstraat een optocht naar het monument op het Kroonmolenplein. Het bronzen beeld van kunstenaar Hubert Minnebo wil een blijvende herinnering zijn aan het zinloze oorlogsgeweld. Ik geloof dat ik de dag van vandaag moesten wij in dezelfde omstandigheden dat tegenkomen dat ik hetzelfde zou doen. Daar twijfel ik geen ogenblik aan. Op zondag 16 mei is het Bloemenmarkt in Sint-Niklaas. Dit gaat door op het evenementenplein voor het stadhuis. Er is bloemetjes voor iedereen, veel keus, eenjarigen en ook vele anderen. Er zijn mensen bij met bloembakken en bloempotten. Er is ook gratis potgrond te krijgen vanuit de stad uit voor iedereen. De zon zal zeker schijnen. Wij zien u graag. Dank u. De tentoonstelling Kleur loopt nog tot zondag 30 mei hier in de vierkante zaal te Sint-Niklaas. Het is een prikkelend tentoonstellingsconcept geworden, gemaakt door kinderen, jongeren en volwassenen van de academie. Wij zijn uitgegaan van de aantrekkelijkheid van kleur, het onvermijdelijke van kleur. Om de kleurverschijnselen en gewaarwordingen aan de lijve te ondervinden, nodigen wij u van harte uit om een bezoek te brengen aan deze frisse en levendige tentoonstelling. Op zondag 16 mei vindt in de Christus Koningkerk aan de Heistraat in Sint-Niklaas het jaarlijkse meiconcert plaats, gebracht door het Symfonisch Orkest van de Academie onder leiding van Chris Matijnses. Het concert is ten voordele van de VZW Play On. Met die VZW wil het orkest een diepgaande samenwerking aangaan met 1 of 2 muziekscholen in een conflictgebied. Wij zouden zeer concreet vanuit de muziekschool van de stad Sint-Niklaas in eerste instantie materiële steun bieden aan die muziekschool in kwestie, maar op langere termijn toch te komen tot een uitwisseling van expertise en een gedeelde culturele ervaring. Het idee voor de oprichting van Play On ontstond na het zien van de film The Exchange, een documentaire over het werk van een andere, veel grotere VZW, Music Fund. Die verzamelt en renoveert instrumenten om ze daarna te verdelen in landen waar daar nood aan is. De naam Play On komt trouwens van een citaat van Shakespeare: If music be the food of love, let's play on. Het is eigenlijk om muziek toegankelijk te kunnen maken voor iedereen. Dat mag niet iets zijn dat alleen
toebehoort aan mensen die daar geld genoeg voor hebben om dat te betalen. En in die gebieden ginder is er vaak een tekort aan instrumenten. Kunnen die mensen dat ook niet betalen? Krijgen die daar geen toegang? En dat is eigenlijk heel jammer, want daar gaat dus een heel potentieel verloren. De stad Sint-Niklaas zet zich mee achter het project. Eind augustus vertrekken twee verkenners naar een conflictgebied om te zien wat precies de noden zijn. De opbrengst van het meiconcert gaat dus integraal naar de nieuwe VZW. Kaarten voor het concert zijn te verkrijgen aan €6 bij het secretariaat van de Academie aan de Hofstraat in Sint-Niklaas. Leerlingen van de Academie en kansenpashouders betalen €3.